Een dagelijks beeld in een Nederlandse keuken. Een fraaie kraan en water dat je naar believen kunt gebruiken. Dus ook als drinkwater. Dit is ook al zo'n dagelijks beeld. Maar dan wel in een van de tropenlanden. Derde wereldlanden, zoals ze ook wel genoemd worden. Verlopen om je uit open water, zoals sloten, beken, rivieren en plassen, van drinkwater te voorzien. Dit open water is, met name in landen met een tropisch klimaat, natuurlijk een prima broedplaats voor ongedierte. Maar er is meer om je zorgen over te maken. De natuurlijke vervuiling is zeker niet het enige. De mensen moeten zichzelf en hun spulletjes wassen, dieren moeten drinken en de kinderen willen spelen. Zelfs de klinieken en de ziekenhuizen zijn vaak op hetzelfde water aangewezen. En het is duidelijk dat het wassen van bijvoorbeeld linnengoed, dat gebruikt is bij operaties, de kwaliteit van het water bepaald niet ten goede komt. Dit water gebruiken als drinkwater vraagt om problemen. Maar als er nu geen andere mogelijkheid is, wat dan? Slecht drinkwater in een toch al niet zo sterk lichaam. De gevolgen laten zich heel eenvoudig raden, vooral voor kinderen. Jammer eigenlijk dat men vaak niet anders kan dan deze problemen langs medische weg zo goed mogelijk op te vangen. Niet alleen jammer, maar ook niet zinvol. Immers, als er dan al medische voorzieningen zijn, dan nog is het niet erg effectief. Na de medische behandeling ben je immers op datzelfde drinkwater aangewezen. Il a eu cette réaction pour ces complications de sa maladie. C'est-à-dire le bras et la jambe gauche ne fonctionnent pas. Maintenant, l'enfant est sérieusement malade. Et nous devons aussi faire des efforts pour lui administrer les médicaments nécessaires. Er zou dus eigenlijk iets anders, of beter gezegd, er zou wat meer moeten worden gedaan. Er zou meer aandacht aan preventie moeten worden besteed. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Je kunt niet eeuwig bezig blijven met het innemen van allerhande pillen tegen darminfecties. Trouwens, voor de meeste mensen geldt, waar haal je die pillen vandaan? Het is daarom zo goed dat bij medische projecten tegenwoordig ook aan andere facetten aandacht wordt besteed. Slecht drinkwater kun je niet met medicijnen verbeteren. Je kunt hooguit proberen de gevolgen ervan binnen de perken te houden. Er is maar één oplossing voor slecht drinkwater en dat is de kwaliteit verbeteren. Als je dat kunt bereiken, dan ben je pas op de goede weg. Dan pas is er sprake van een echte kans op succes. Het geld dat anders wordt besteed aan dure medicijnen kan worden aangewend voor andere en betere doeleinden. Veel, zo niet bijna alles, kunnen de mensen ter plekke zelf doen. En dat willen ze heus wel. Ze willen wel, maar ze hebben niet. Hierbij wil Simavi helpen. De middelen en of de materialen verstrekken voor projecten die op echte, of zoals dat zo netjes heet, op structurele verbeteringen zijn gericht. Geen kortstondig succes, maar op de toekomstgerichte hulp. Het is zo gemakkelijk gezegd, Simavi helpt. Maar daar komt natuurlijk heel wat voor kijken. Simavi is immers een particuliere vereniging, dat wil zeggen, Simavi ontvangt geen subsidies en zal zelf dienen te zorgen voor de nodige inkomsten om de hulp te kunnen financieren. Dat dit al zo'n 58 jaar lukt, is in de eerste plaats uw verdienste. Zonder uw steun geen medische steun aan hen die deze hulp ongelukkig genoeg nog zo hard nodig hebben. Met uw steun projecten uitvoeren. Op vele manieren, zoals hier, waar een HAO-school in Sittard op ludieke wijze geld inzamelt voor een waterproject. Projectadoptie, oftewel samenwerken aan een uitgekozen project. Weten waarmee en waarvoor je bezig bent. Scholen, verenigingen, organisaties voor vrouwen en dergelijke kunnen een project uitkiezen, adopteren dus,
en er gedurende langere of kortere tijd activiteiten voor opzetten. Het behoeft echt geen kapitalen op te leveren. De HAO'ers roeiden in het kader van het tweede lustrum van de school voor een waterproject van nog geen 5000 gulden. Goede hulp behoeft niet altijd duur te zijn. Kleine, overzichtelijke en betaalbare projecten, waar mogelijk door de mensen zelf uitgevoerd, dat is wat CIMAVI wil realiseren. U kunt CIMAVI hierbij helpen. Is drinkwater van goede kwaliteit een vereiste voor de volksgezondheid? Goed en gevarieerd voedsel is dat ook. Er moet echter heel wat afgeschoffeld worden om een gezin een heel jaar van voedsel te voorzien. De middelen zijn primitief, terwijl vaak onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden wat meer variatie in het voedselpatroon aan te brengen. Er zijn nog een paar andere redenen voor CIMAVI om juist die projecten te steunen waarin ook de aspecten van de landbouw zijn verwerkt. Eten moet iedereen, dus je bereikt met deze projecten veel mensen. Voorts is het overgrote deel van de mensen, op het platteland zelfs tegen de 100%, bij de voedselproductie betrokken. Ook een groot bereik dus. Productie verbeteren en meer variatie aanbrengen in het voedselpatroon, dat zijn zaken die CIMAVI graag steunt. Natuurlijk zijn er gebieden waar je niet met eenvoudige projecten kunt volstaan. Gebieden met een grote droogte vragen nu eenmaal een andere aanpak dan de meer vruchtbare. De hulp zal afgestemd dienen te zijn op de behoeften. Verkeerde hulp is vaak nog slechter dan helemaal geen hulp. Ach, wij hebben gemakkelijk praten, maar wanneer je zonder een noemenswaardig inkomen zit, dan is het begrijpelijk dat wanneer de oogst meevalt, je datgene verkoopt wat je zelf niet direct nodig hebt. Natuurlijk kom je na enige tijd dan tekort en betaal je veel meer dan je er ooit voor gebeurd zou hebben. Maar ja, wie dan leeft? Een welkome aanvulling op de benodigde voedingsstoffen kan vis zijn. Niet alleen een aanvulling, maar ook een afwisseling. Verandering van spijs doet eten. Waarom daar dan niet? Vlees is een uitermate moeilijke zaak. De veestapels zijn klein, je slacht dus niet zo snel. De temperatuur is hoog, voorraad aanleggen is er dus niet bij. Het tropische klimaat maakt het er niet gemakkelijker op. In veel gebieden is het gebruik van vlees onder de huidige omstandigheden zelfs uitgesloten. Wat te denken bijvoorbeeld van die gebieden die geplaagd worden door de tsetse-vlieg, de verwekker van de zogenaamde slaapziekte. Aan problemen dus geen gebrek, maar er valt ook veel uit te leren. Je kunt niet volstaan met hulp te bieden op één onderdeel van de voedselsituatie. Je zult een integrale, samenhangende hulp moeten bieden. Grote veestapels alleen is niet voldoende. Hogere landbouwproductie ook niet. De mensen zijn pas echt geholpen als je de problemen samen met hen op een rijtje zet en dan een poging doet verbetering aan te brengen. Lang niet altijd bestaat het voedselprobleem uit een tekort aan voedsel. Vaak is er sprake van een veel te eenzijdig voedselpatroon. Wat te denken bijvoorbeeld van 3 maal per dag bruine bonen met rijst. 1095 maal per jaar. Je moet er niet aan denken, maar realiteit is het wel. Oh.
kinderen spelen bij het gezinswerk een enorme rol. Helpen bij het waterhalen, huishoudelijk werk en vooral ook het passen op de jongere broertjes en zusjes behoren tot de dagelijks terugkerende bezigheden. Wellicht ligt hier een goed aanknopingspunt. Beginnen bij de jeugd en daar waar het onderwijs een plaats heeft gekregen in de dorpen, de onderwijzers inschakelen. De contrasten tussen arm en rijk zijn schrikbarend. Het moet toch mogelijk zijn om dit tafereel tot een normaal gebeuren om te buigen. Het is vrijwel letterlijk van levensbelang. Een gevulde maag geeft, net als goed drinkwater, meer kans te ontsnappen aan de vele tropische ziektes die nu nog zo vreselijk toeslaan. Voldoende eten. Het moet toch voor hen ook mogelijk zijn? Wij vinden het immers de meest normale zaak van de wereld. Ik heb ook de bord leeg. Even snel opeten. Jawel, dat moet je ook opeten. Dan mag je met ons mee in de auto. We zeiden het al, de mogelijkheden zijn er vaak wel, maar onwetendheid en gewoontes maken verbeteringen vaak moeilijk uitvoerbaar. De mensen vertellen hoe het anders en beter kan, is dus een belangrijke taak voor hen die zich in tropenlanden belast weten met de medische zorg. Moeders en kinderen zijn, zo worden tegenwoordig nu eenmaal genoemd, de belangrijkste doelgroepen. Wanneer je hen over de streep weet te halen, dan schiet je al heel wat op. Dan is er een reële mogelijkheid ook op dit gebied een duidelijke stap voorwaarts te doen. Het kan best, te meer daar ook in die landen steeds meer aandacht gegeven wordt aan het voorkomen van ziektes. Eten en drinken, maar dan op een verantwoorde wijze, zijn van immens groot belang. Hier in verbetering brengen en als het even kan in een vorm die de totale gezondheidszorg omvat, rekent Simavi tot haar taak. Maar ook hier geldt, Simavi kan uitsluitend helpen als u op uw beurt Simavi helpt. Zo mensen, zo langzamerhand zijn we weer aan het eind gekomen van deze les. Hij is wat korter geweest dan normaal, je van mij gewend bent. Maar ik heb in het begin van het uur al even gezegd, de bedoeling is dat we nog even met elkaar wat praten over een ander onderwerp. Daarvoor heb ik al eventjes vuurtje er kwamen een vrij schetsmatig tekeningetje gemaakt. Je kent mijn tekencapaciteiten. Dit moet Afrika voorstellen. Dit is Tanzania. We komen er zo op terug. In het kader van is wat anders doen en is ons inleven in andere problematieken. Je kent mijn uitdrukking in de marketing. Marketing is je inleven in de behoeften van de mens, van de anderen. Hebben we vandaag contact gekregen en gaan we ook werkelijk bezoek krijgen van een vertegenwoordigster van de vereniging Simavi, die ons wat zal vertellen over haar werkwijze en hun projecten die zij in de derde wereld uitvoeren. Daarvoor komt vandaag mevrouw Marianne Nuchteren bij ons. Hartelijk bedankt. Ja. En ik hoop dat u succes heeft. Dank u wel. Ja, ik wilde jullie vanmorgen wat vertellen over het werk van Simavi en tegelijkertijd met behulp van een film dat iets duidelijker maken. Ik weet dat jullie bezig gaan voor een project, met name gericht op water, voor een waterputtenproject. En een van zo'n projecten hebben we in Tanzania. Dat wil zeggen, wij hebben dat niet. Het enige wat Simavi doet is materiaal geven